Jos Palm, waar zijn we? De voordeur vlakbij bij het huis van Mensje van Keulen. Kom. Dag Mensje van Keulen, Jos Palm. Nou, kom maar binnen. Het verliefd zijn wat je al heel jong kunt zijn, hè? Dat kon nooit genoeg zijn. En dat was ook... En de respons kon niet genoeg zijn. Of iemand was juist gek op jou en je kon niet genoeg teruggeven. Dus daar beginnen al de eerste tekortkomingen. Vaak op dat terrein van het houden van. Veel te vlug verliefd. Ja. Helemaal in een hoek hangend en smeltend achter het raam. Toen ik een jaar of 15 was, toen was een jongen die al over de 20 was en die ging varen. Daar correspondeerde ik ook mee. Tot er een brief kwam, lieve Annie. Toen had hij alle brieven dus verwisseld aan zijn meisjes. Voel nog die gitzwarte ontgoocheling zo achter dat papier van die brief. Als kind weet je niet echt hoe je eruit ziet. Ook als mensen je zeggen, meid, ik had Zaanse familie, meid, wat zie je er toch lekker uit. Je moet alleen een beetje dikker worden die je hebt, een beetje paar draadjes onder je rok. Het woordje genoeg, laten we het daar eens even over hebben. Wat roept dat bij je op? Dat ik het echt genoeg vind van wat ik heb. Ik hoef niet rijker te zijn. Ik heb nooit gedacht, had ik maar meer van dit of meer van dat. Dus wat dat betreft ben ik een heel tevreden iemand. Ik wil het wel een roes noemen, want soms bevind je je daarin. Hè, dan bestaat er geen tijd meer. Dat zijn de geluksmomenten. Ja. Geen tijd meer, geen besef van tijd. Niet weten dat de nacht verstreken is. Dat je nog aan het werk bent. Ja. Als ik niet goed aan het werk kom en wanhoop en denk, oh, hier kom ik nooit meer uit, ik kan nooit meer een boek maken. Want dat zijn natuurlijk, dat is een keerzijde van het schrijven en die zal hem, zolang ik leef, al bijhoren. Hoewel je steeds denkt, dit zal echt mijn laatste boek zijn of het vorige boek zal het laatste boek zijn. Ik zit al maanden vast, ik ben helemaal lang, moet kijken het ene woord naar het andere. Maar volgens mijn dierbaren zeg ik dat altijd. Maar goed. Daar is overigens de poes. Hoe heet die? Poes heet Bozy. Bozy? Van Boos? Nee, de vriend van, of de stoute vriend van Oscar Wilde, waar Wilde uiteindelijk aan ten onder ging, heette Bozy. Nee, maar dat was het niet alleen hoor. Mijn laatste kat werd 21, Bobby. En die stierf op mijn schoot, daar op dat bankje. Met kopjes gevend, was echt verschrikkelijk. Ja. En toen wilde ik geen huisdier meer. En ik dacht, dit kan ik niet meer aan, dit verdriet. Dat duurde geen jaar. Of toen kwam deze kat. En toen dacht ik, Bobby ja, Bobby nee. Bobby ja, Bobby nee. Bo si, bo no. Nou, Bono dan maar niet. Oké, okay, Bo si. De Calvinisme, nee. En, ik ben wel streng voor mezelf, maar ik vind dat ik aan het werk moet blijven. Dus dat is misschien wel Calvinistisch. Maar wat wil je met een opvoeding met twee geloven thuis? Dan krijg je het van alle kanten een beetje mee. Dus, maar ik mag graag geld uitgeven ook hoor. En goed uit eten gaan. Ja. En als je aan je eigen leefstijl denkt in de zin van eten en drinken? Wat ik vroeger dacht, ik wil een sportauto, zo, dat hoef ik niet meer. Als ik dan iemand zie, denk ik, oh, wat kinderachtig. Nee, dat past natuurlijk bij het meisje met die suikerspin. Maar dat leek dan ook van dat je dan gelukkig zou zijn als je erin zou zitten. En als je dan nu types erin ziet zitten, zo in de buurt van de Cornelis Schuit of de PC Hoofdstraat, denk je... Ach, die denken echt dat ze nou gelukkig zijn dat ze erin zitten. Ach, denk ik dan meewarig. Oud en wijs geworden. Er is voor mij een nog ernstiger genoeg wat mij gewoon laat lijden. En dat is iets wat ik al van kind af aan heb en dat niet minder is geworden en dat eerder lijkt toe te nemen. En dat is gewoon het lijden wat ik heb aan het lijden van dieren. Toen kwam de bio-industrie er al aan. Hè? En ik zag veewagens waar ik woonde bij Kattenburg naar het abattoir gaan. En als ik dat gekerm hoorde, begon ik het dwars door me heen. Ja, en als je empathie voor dieren hebt, dan verdraag je dit slecht. En dat is iets wat ik natuurlijk, juist omdat die bio-industrie zo verschrikkelijk verstopt is en alleen maar massaler is geworden, is iets wat ik mij iedere dag aantrek.
En waar ik zo, soms zo razend op hoor. Die vragen nergens om, die zijn per definitie onschuldig. Die weten van niks. Die hebben geen vrije keus. Daar wordt maar mee gesold. En dat, daar heb ik echt genoeg van. Echt genoeg. Ja. Ik stel me voor dat in de voormalige Haagse buurten waar jij woonde, genoeg mensen heel graag een lekker stukje vlees eten. Natuurlijk. En dol zijn op een hond en kat. Ja, natuurlijk. Dus wat moet je doen om die mensen die slag te laten maken? Om geen vlees meer te eten of geen dier meer te eten? Gaan we even een stap over. Ik denk dat als mensen heel goed beseffen dat je kunt zonder. Ik ben behoorlijk gezond. Je kunt zonder. B, je hoeft niet zoveel te eten. Als mensen het minder eten, dan denk ik dat je die hele epidemie misschien al kunt inpakken. Nog wat zeggen? Ik vind dat ik wel genoeg gezegd heb. Meer dan genoeg. Hij loopt. Dat zei ik ook bij mijn kleinzoon. Hij loopt. Hij loopt. Hallo, waar wil je ons hebben?